Hallo lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Manon en ik maak video's over een leven met een beperking. En vandaag zit ik hier met het allerliefste vriendje, Stijn. Oei, je legt er wel weer lekker op de rug. Hi. En sinds een tijdje maken wij de zogenaamde couple video's, waarin wij in iedere video een vraag beantwoorden over hoe het is om een relatie te hebben met iemand met een beperking. En vandaag is de eerste video voor onze nieuwe muur. Jouw nieuwe muur. Ja, oké. Okay. Maar we hebben wel de kleuren samen uitgekozen, toch? Ja. Nee. En ik heb hem neergelegd. Geschilderd, noem je het. Maar wat vinden jullie ervan? Vinden jullie hem leuk of niet? Laat het hieronder even weten. Dat vind ik heel leuk om te lezen. En dan gaan we nu naar de vraag die we vandaag gaan beantwoorden. Ik pak even mijn telefoon erbij. En vandaag beantwoorden we de vraag van Zoe. En zij stelt eigenlijk heel veel vragen in één, maar ze hebben wel met hetzelfde te maken. De hoofdvraag is eigenlijk, hoe heeft Stijn geleerd om jou zorg te verlenen? En hoe zorgen jullie ervoor dat Stijn niet automatisch alle zorgtaken op zich neemt? Hoe zorgen jullie voor een balans? En ging dat vanzelf of levert dat ook wel eens struggles op? Maar eerste vraag. Hoe heb jij geleerd om mij zorg te verlenen? Heb ik dat ooit geleerd dan? Je bent gewoon begonnen met het te doen. Ja, inderdaad. Gewoon dingen doen, weet je wel. Gewoon, dus ja. Weet je, iemand geeft aanwijzingen. Dus eigenlijk werkt het gewoon hetzelfde als focus. Ja, eigenlijk is Stijn gewoon een, net als een ADL van focus. Ik zeg gewoon wat hij moet doen en hoe hij mij moet helpen. Ja, nou ja, dat is zo. En dan denk ik dat het ook het prettigste werkt. Mm-hmm. Want dan kan ik je, en dat is deel 2 van de vraag, ook geen zorg verlenen als je er geen zin in hebt. Of als jij er geen zin in hebt. Of als ik er geen zin in heb. En dan doe ik mijn voeten omhoog en zeg ik wel lekker focus maar. Nou, want natuurlijk als ik weet dat hij heel veel spoed heeft of haast of whatever, dan doen we dat allemaal niet zo moeilijk over. Maar even terugkomen op de eerste vraag. Weet je nog dat wij de eerste keer op vakantie gingen, toen we nog geen relatie hadden? Mm-hmm. Toen gingen we naar Valencia. Ja. Toen heb je wel even een spoedcursus haren wassen gekregen van een ADN'er. Ja, maar dat was niet helemaal genoeg, want volgens mij moest je na die vakantie naar de kapper. Ja, toen hebben we, voordat we op vakantie gingen, het was 5 dagen dat we weggingen, heeft Stijn even meegekeken samen met een ADN'er die mij hier kwam helpen met douchen. En die heeft even geleerd hoe je precies je handen moet bewegen om goed lang haar te kunnen wassen, want daar heb je natuurlijk helemaal geen ervaring mee. Nou ja, het gaat tot 1 centimeter of 3. En dan houdt het wel nog. Dat is mijn ervaring. En toen waren we in Valencia en toen gingen we dus mijn haar wassen. En ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik was zelf mijn haar natuurlijk ook nooit zelf. Maar ik weet niet wat je precies deed, maar je deed echt zo draaien. Ik denk dat gewoon zo deed, en dat doe ik altijd bij mezelf ook. Ja, ik ben al van voren naar achter, echt van die rondjes. En daardoor werden de klitten in mijn haar echt alleen maar erger en erger en erger. En daarna dus kwamen we er met de borstel dus niet doorheen. Mm-hmm. Dus toen werd ik een beetje chagrijnig. Toen zei ik, geef die borstel maar aan mij. Ik doe liever mezelf pijn dan dat jij mij pijn doet. Goeiedag. Toen ben ik na die 5 dagen wel even naar de kapper geweest. Om te kijken of alles nog of ik geen dode haarplukken of punten had. Nou, om even te kijken of het nog te redden was. Nee, het draagt nog steeds geen pruik, toch? Dus. Nee, allemaal puur natuurlijk. All natural. Maar hoe zorgen wij voor de balans binnen het helpen? Ik denk dat... Ik denk dat ik sowieso ook zelf al heel erg oplet wat ik aan jou vraag. Ja. Waar ik hulp bij vraag. En we hebben ook echt afgesproken van focus is er om mij te helpen. En wanneer focus lange wachttijden heeft of... Ja, maar onhoudbaar lange wachttijden. Ja. Want als je 1 keer 2 uur moet wachten, dan... En maar ik moet daarna nog weg en Stijn loopt hier toch. Ja. Dan kan Stijn mij alvast op weg helpen. Of...
Ja. Dat is een beetje hoe we het proberen op te vangen. En ik, in het begin vond ik het heel moeilijk ook om jou om hulp te vragen. Mm-hmm. Omdat ik niet lastig wil zijn. Maar ja, niet tot last. Ja, ja. Ik denk dat dat er is. Ja, ik voel me altijd een beetje bezwaard om andere mensen om hulp te vragen. Ja. Maar dat gaat nu wel wat makkelijker. Maar moet ik wel opletten dat ik er niet te makkelijk in word. Ja, nee, misschien dan verlies je ook je zelfstandigheid. En dat moet je ook niet meer. Nee. Want het is wel handig. Een vriendje die vaak bij je in de buurt is. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat hij alles hoeft te doen. Nee. En waar kan ik dat laten optekenen? Misschien moet ik een contractje opstellen. ja, dus zo zorgen wij eigenlijk voor de balans. En als we op vakantie zijn of we zijn buitenshuis, dan pakt Stijn het op. Mm-hmm. Maar binnenshuis vragen we gewoon vooral focus. Ja. Dus, en gaat dat vanzelf of levert dat ook wel eens struggles op? Struggles is een groot woord, denk ik. Maar het is natuurlijk best moment waarop je minder zin hebt om te helpen of dat ik ook zelf nog iets moet doen, maar dat noemen ze dat je wel een vlecht wil of geen vlecht, maar een staart wil hebben of zo. En dat, nee, een struggle vind ik een groot woord, maar dan heb je conflicterende belangen natuurlijk. Maar dan moet wel een staart hebben, verhaal omhoog. Of... Ja, het zijn niet hele grote dingen die ik vraag, maar. Ja, maar als je ergens mee bezig bent, dan word je wel daarin gestoord. Ja, en het zijn dat niet is, die grote, langdurige dingen, maar het zijn meer van die kleine dingetjes. Wil je even dit voor me pakken? Wil je even mijn haar omhoog doen? Ja. Nee, even. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Mm-hmm. Dus dat. Ja, dat is soms wel. Daar moet ik dan ook al bij nadenken. Dus. Maar soms dan zeg ik ook: Stijn, wil je me even helpen? En dan zeg je ook al voor de graf van. Alweer. Ja. En wat er? Is mijn ketting niet goed? Nee. Ja, voilà. Maar dit is gewoon ongevraagd. Ja, maar zo, dat is dan voor mij ook alweer een teken dat ik denk, oh ja, ik vraag nu wel erg veel. Ja. Dus zo proberen we erop te letten. Ja, dat gaat vrij goed, volgens mij. Dus, ja. Dus, dat was de vraag voor deze video. Dank Zoe. Heb je nog meer leuke vragen? Laat die dan hieronder achter of op mijn Instagram. En dan wil ik je ook vragen om het duimpje omhoog te doen onder deze video. En te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dan blijf je op de hoogte van alle andere video's die we gaan maken. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video weer. Leuk! Dankjewel voor het kijken! Doei!